Welkom bij deze video over hoofdstuk 10, medische beeldvorming. We gaan kijken naar paragraaf 3, beelden door stralingsabsorptie. En daarvoor blikken we eerst terug op hoofdstuk 5. Je hebt toen geleerd dat je activiteit hebt en het aantal moederkernen. Het aantal moederkernen was het aantal deeltjes dat nog kan vervallen, en dat hadden we berekend met nt is n0 keer een half tot de macht t gedeeld door t half. Met nt het aantal instabiele kernen na t seconde en 0 het aantal instabiele kernen op t is 0, t de tijdsduur en t half de halveringstijd. Je zag toen dat die macht t gedeeld door t half eigenlijk het aantal verstreken halveringstijden was en dat een soortgelijke formule gold voor de activiteit. Dat is namelijk at is a0 keer een half tot de macht t gedeeld door t half met at de activiteit na t seconde in becquerel en a0 de activiteit op t is 0 in becquerel. Ook hier staat dus het aantal halveringstijden in de macht. Je hebt ook geleerd dat je activiteit gelijk is aan min de richtingscoëfficiënt van je NT-diagram, oftewel de afgeleide. De richtingscoëfficiënt van je NT-diagram is dus de negatieve waarde van de activiteit. En als we die richtingscoëfficiënt niet wilden uitrekenen en wilden tekenen, konden we ook in één keer de afgeleide uitrekenen. Dat was ln2 gedeeld door t half nt. Oftewel, als we nt weer zouden invullen in deze formule, stond er dit. En we hadden de formule at is a0 keer een half tot de macht t gedeeld door t half. Oftewel, a0 is ln2 gedeeld door t half keer n0. In hoofdstuk 5 hebben we het ook heel kort gehad over de intensiteit, maar we hebben toen gezegd dat dat daar nog niet heel belangrijk was. Nu is dat wel belangrijk. Intensiteit is namelijk de totale energie die per seconde per vierkante meter wordt doorgelaten. We kunnen dat laten zien in een ID-diagram, waarop we de intensiteit op de verticale as neerzetten en de dikte op de horizontale as. De intensiteit kun je uitrekenen met I0 keer een half tot de macht d gedeeld door d half. Dus eigenlijk weer bijna dezelfde formule als de activiteit en het aantal moederkernen. Hierin is ID de intensiteit na d meter in becquerel, I0 de activiteit op d is 0 meter, gelijk aan 100%, en d de dikte van het materiaal en d half de halveringsdikte van het materiaal, die je kan opzoeken in Binas tabel 28F. Let op, de dikte en de halveringsdikte zijn altijd in dezelfde eenheid. Een 10 seconden vraag. Wat is de halveringsdikte die bij het diagram hoort dat we hier zien? Staat A 2 meter, B 4 meter, C 6 meter of staat het juiste antwoord er niet tussen? Het juiste antwoord is natuurlijk antwoord B. Want de halveringsdikte is de dikte die je nodig hebt om de intensiteit te halveren. Gezien we bij d is 0 beginnen bij 100%, is dus bij 50% de halveringsdikte bereikt, oftewel bij 4 meter. Nog een andere nadenkvraag. De halveringsdikte van een stof is 10 cm. Hoe dik moet de stof zijn om 25% van de straling tegen te houden? Minder dan 5 cm, 5 cm, meer dan 5 cm of 20 cm? Nou, als je antwoord D hebt geantwoord, dan heb je de vraag verkeerd gelezen, want er staat hier om 25% van de straling tegen te houden. En bij D, als we 20 cm gebruiken, zouden we 75% van de straling hebben tegengehouden. Eerst 50% en daarna nog een keer 50% van wat overblijft. En 50% van 50 is 25. Oftewel, dan hou je dus 25% over. Echter, we kunnen niet zomaar zeggen dat we 5 cm hebben als je B hebt geantwoord. Want als je 5 cm als halveringsdikte zou hebben, zou je 5 cm later 50% van wat je hebt tegengehouden tegenhouden. Dus het antwoord hier is A. Als je na 5 cm 25% zou tegenhouden, zou je de volgende 5 cm minder dan 25% tegenhouden. Want je houdt dan 25% tegen van de 75% die over is. Oftewel, de halveringsdikte zal in werkelijkheid kleiner moeten zijn. Je kunt het natuurlijk ook uitrekenen om het te laten zien. Dan zeg je dat id gelijk is aan i0 keer een half tot de macht d gedeeld door d half. En dan kunnen we invullen dat i0 100% is en id moet 25% zijn. En we weten de halveringsdikte, want die is 10. Vervolgens kunnen we die 100 naar de andere kant halen en dan krijgen we dus 0,25. En dan kunnen we logaritme gaan gebruiken om die half weg te halen. Dus we schrijven ln aan beide kanten. En dat delen we dus door ln half en dan houden we over aan de linkerkant
d gedeeld door 10 is ln 0,25 gedeeld door ln van een half. Dat mag ook gewoon log zijn natuurlijk, want het maakt niet uit welk logaritme je pakt. Alleen ln is minder werk om te schrijven, dus ik schrijf heel vaak ln op. Vervolgens kun je dus je dikte uitrekenen en die is dan 4,15 centimeter. Mocht dat nou net wat te snel voor je zijn gegaan met het omschrijven van die formule, niet getreurd, je moet het wel kennen. Maar ik zal het hier wat rustiger doen en even uitleggen hoe het ook weer zat met wiskunde. We hebben de formule id is i0 keer een half tot de macht d gedeeld door d half. Dat mogen we dus ook opschrijven door beide kanten te delen door i0 en dan houden we dit over. En vervolgens mogen we links en rechts van het is-teken van kant wisselen. Dan zou er normaal een minnetje voorkomen, maar je mag dan ook weer meteen delen door min 1. Oftewel links en rechts mag je gewoon altijd bij wiskunde van kant omdraaien. En nu hebben we een probleem, want hier staat nou die macht staat, wat we willen weten staat in de macht. Nou, daar hebben we wiskunde voor. Bij wiskunde heb je, als het goed is geleerd, dat 2 tot de macht x, als dat gelijk is aan 8, dat je dan aan beide kanten het logaritme mag pakken. Het logaritme is het tegenovergestelde van maxverheffen en daar zitten rekenregels bij. De rekenregel die je daarbij moet kennen is dat log a tot de macht b gelijk is aan b keer log a. Oftewel, als we dat op het voorbeeld rechtsboven toepassen, betekent dat dat we die x naar voren mogen halen en log 2 overhouden. En dan staat dan eigenlijk 2 tot de macht 1, maar ja, dat is gewoon 2 natuurlijk. Vervolgens kunnen we dan log 2 naar de andere kant halen, want dat is dan gedeeld door log 2. Beide kanten doen we hetzelfde, dus we doen beide kanten gedeeld door log 2, dus we houden x is log 8 gedeeld door log 2 over. En dat is iets wat de rekenmachine gewoon kan uitrekenen. Oftewel, x is dan 3. En je kunt controleren dat 2 tot de macht 3 inderdaad 8 is. Datzelfde kunnen we dus doen bij de formule aan de linkerkant. We pakken aan beide kanten het logaritme. Wat er dan gebeurt, is dat er staat iets tot de macht d gedeeld door d half. Die hele macht mogen we dan dus ook naar voren halen. Dat staat er d gedeeld door d een half keer log een half tot de macht 1. En een half tot de macht 1 is natuurlijk gewoon gelijk aan een half. Oftewel, we kunnen dit ook opschrijven als d gedeeld door d half is gelijk aan log van id gedeeld door i0 gedeeld door log van een half. Nu je weet hoe je de formules moet omschrijven, kun je ook het volgende rekenvoorbeeld maken. We gaan kijken naar een rekenvoorbeeld van een afvalcontainer. Radioactief afval kan worden opgeslagen in ijzeren boksen. De halveringsdikte van ijzer is 1,5 cm bij gammastraling van 1,0 mega-elektronvolt. Om kosten te besparen wil een bedrijf de dikte van de wand terugbrengen van 25 cm naar 15 cm. Bereken met welke factor de intensiteit zou toenemen als de wanddikte van 15 cm in plaats van 25 cm zou zijn. Probeer deze opgave nou eerst voor jezelf te maken en zet de video daarom op pauze en speel pas verder als je hem hebt gemaakt. We kunnen dit weer gaan uitwerken met de systematische probleemaanpak. We onderstrepen dan weer wat belangrijk is en gaan dan berekenen wat de intensiteit is. Daar hebben we twee opties voor. Optie 1 is dat we allebei volledig gaan uitrekenen. We weten de formule voor de intensiteit, dus als we I0 als 100% stellen kunnen we dus uitrekenen wat de intensiteit is bij een dikte van 25 cm door 25 delen door 1,5 in de macht en dan uit te rekenen. En we kunnen datzelfde doen voor een intensiteit van 15 cm. Vervolgens kunnen we I15 delen door I25 en dan krijgen we de factor uit. Oftewel, dat is hier ongeveer een factor 100. De andere optie is dat we slim gaan nadenken. We weten namelijk dat de intensiteit van de dikkere wand een factor 1,5 tot de macht 10 gedeeld door 1,5 keer zo klein is als de dunnere. Waarom? Ja, hij is 10 cm dikker, dus 10 cm is het verschil, dus 10 gedeeld door 1,5, dat is het aantal halveringsdiktes wat hij extra heeft. Nou, vervolgens kunnen we dan de factor waarmee de straling toeneemt uitrekenen, want dat is 1 gedeeld door wat we net hebben uitgerekend en dat is 1,0 keer 10 tot de macht 2. Welke van de twee je gebruikt, is mij om het even hier. Wat heb je geleerd in deze video? Je hebt de activiteit en het aantal moederkernen van hoofdstuk 5 herhaald. Je weet nu hoe de intensiteit van de straling bepaald wordt door de halveringsdikte van een stof. Je kent de rekenregels voor logaritmes en je kunt de formule omschrijven door gebruik te maken van de balansmethode. En je kunt de halveringsdikte bepalen uit het ID-diagram. Heb je nou nog vragen over deze video? Stel ze dan gerust in de reacties. En vond je dit een leuke video en heb je wat geleerd? Geef dan vooral een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal zodat je nooit meer wat hoeft te missen. Ik zie je graag terug in de volgende video en veel succes met het oefenen van de opgaves.